Je kijkt naar 010 Skills. Bij deze volgende voorronde van 010 Skills. Fai, ik heb er zin in. En jij? Ik heb er ook heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat we gaan doen vandaag. Wat we gaan zien, überhaupt. Dus Wat verwacht je eigenlijk? Want de vorige keren was het heel pittig, ook voor de juryleden. Klopt, dat ze waren zelfs boos. Dat gewoon dat het zo goed was. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. En deze week hebben we rappers. Ja. En zangeressen. Ja. En we hebben ze natuurlijk al gezien bij de audities, maar sinds vorige week, ik heb geen idee. Ik weet niet wat verwachten. Nee. Dus ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Heel veel zin in. Momenteel, of nee, zo meteen, zullen ze een workshop volgen. Ja. En daar zullen ze een beetje praten over wie ze zijn, wat ze doen. Ja. En we gaan een beetje de verdieping opzoeken. Ja. So, let's go! Goedemiddag allemaal, mijn naam is Danny Nijpalm. Ik ben eigenaar van een muziekcentrum, een recording studio en ik ben gevraagd door Eddie en Daniel van het JVO om een bijdrage te leveren aan deze mooie initiatief vanuit 010 Skills. Dank voor de uitnodiging nogmaals en ik heb er ontzettend veel zin in om vandaag iets moois neer te gaan zetten met de drie kandidaten die hier momenteel zijn. En laten we zeggen, laten we er iets moois van maken, educatief, een beetje de spanning opvoeren. En uiteindelijk ben ik ontzettend benieuwd naar jullie talenten die we dadelijk ter gehoor krijgen. Input, output. Wat ik eigenlijk doe is heel goed luisteren. Ik wil altijd luisteren als er nou iemand in de studio is. Van wat komt die eigenlijk brengen? Dus daarom moet ik net mijn vraag. Wat is eigenlijk je boodschap? Wat je komt doen? Waar zit de emotie? Waar zit je kracht? En ik probeer altijd goed te luisteren. Want wat jullie erin stoppen, ga ik eruit halen. En dat geldt eigenlijk voor vandaag ook. Dus daarom moet ik altijd goed proberen te luisteren. En de chain. Ik heb het eigenlijk net al gezegd. Dat is eigenlijk een schakeling van iedereen die betrokken is in het hele proces van jullie journey. Zorg ervoor dat je altijd echt één blijft met de mensen met wie je samenwerkt. Dus de chain is ook voor mij heel belangrijk. Rotterdam laat van zich horen. Dit is 010 Skills. Back on Saturday,
Mijn naam is Glody. En jaren geleden vertelde mijn moeder de betekenis van mijn naam. Gloire à Dieu. Dat is Frans voor glorie aan God. De letters en woorden werden gemixt en zo werd mijn naam gevormd. God riep. Ik wilde niet luisteren zoals het hoort. Ik moet mijn talent gebruiken, anders doe ik mijn naam tekort. Dus Glody Boumaye. Eigenlijk is het Boumaye. Maak hem dood. Hem, hij, ik. De twijfels in mij blokkeerden mijn zicht, want zou ik vluchten net als Jona en belanden in een grote vis? Of beter gezegd, veranderen in een grote vis. Je weet wel, zo iemand die doet alsof hij iemand is. I don't know. Ik weet het niet. We zijn niet dood, maar we leven niet. Althans, zo lijkt het. De homie Doe vraagt wat zijn de stand van zaken. Sam vraagt, wat heb je deze week geschreven? Dan heb je Gio, wanneer komt je volgende track? Ik drijf verlies als ik het allemaal bereken, dus Glody Boumaye. Eigenlijk is het Boumaye, maak hem dood. Hem, hij, ik. Ik heb alleen nog wel één vraag van je, want je bent, zoals ik al zei, vanuit de JVO. Yes, maar zeker. Wat heeft de JVO voor jou betekend? Ik ga het kort houden, niet lang. Maar die heeft heel veel voor mij betekend, want het is een plek voor mij, of het is nog steeds een plek waar ik mijn talent kan ontwikkelen. Ze bieden een podium aan, ze motiveren en stimuleren mij om mijn talent te gebruiken. En het is niet per se alleen met rap, maar met alle activiteiten. Mm-hmm. Want in de JVO heb je natuurlijk dans, je had step, ja, nee, RF Crew, ik ben even de naam kwijt, ja, wat ze deden. Steppen, ja. Ja, van alles en ja... Je gaat van alles proberen om te kijken van, vind ik dat leuk, vind ik dat leuk, wat kan ik ermee doen? Dus je wordt echt, wat ik zeg, je wordt echt gestimuleerd om iets met je talent te doen. Mijn naam is Lily, artiestnaam Elaida. En ik ga nu zingen van Celine Dion, That's the Way It Is. I can read your mind, and I know your story. I see what you're going through, yeah. It's an uphill climb, and I'm feeling sorry. But I know it will come to you, yeah. Don't surrender, cause you can win. Ik sta hier vandaag met Lily. Lily. Artiestnaam Elaida. Elaida? Ja. Je had vandaag je voorronde, hoe ging het? Het ging best goed, vind ik. Ja? Het was een beetje zenuwachtig, maar het ging wel goed. Ja. Ik keep je H-E-A-D. We all we got, so it might get rough, but hey, it's alright, cause you and I, T-Y, is all we need to keep your R-E-S-P-E-C-T and never G-I-V-E-U-P and keep your H-E-A-D-U-P and never G-I-V-E-U-P and keep your H-E-A-D-U-P and never G-I-V-E-U-P and keep your H-E-A-D-U-P and never G-I-V-E-U-P and keep your H-E-A-D-U-P, Come just as you are to me, don't need apology, know that you are worthy, I'll take your bad days with your good, walk through the storm I would, do it all because I love you, I love you.
We hebben zojuist de voorrondes gehad en ik sta hier met... Germaine, een kandidaat. Wat heb je vandaag gedaan voor ons? Ja, ik heb heel veel dingen gedaan. Veel dingen geleerd. En Venue die speelde ook een beetje mee. Maar ik heb veel geleerd vandaag. Dus, En heb je vooral de workshop en alle feedback gehad? Ja. Rotterdam laat van zich horen. Dit is Nilting Skills. Yeah. Sorry, ben je lover en je bestie. Niemand zoals mij, no one like me. We should make memories like a selfie. Sorry, if I go, will you miss me? Sorry, ben je lover and your bestie. Niemand zoals mij, no one like me. We should make memories like a selfie. Sorry, if I go, will you miss me? Jij en ik, ik en jij. Onze love is een feit, dus je maakt me blij. Mama blij. Telkens als ik jou zie. Flashbacks in mijn 18. Toen ik zocht naar je IP. En die vlinders in mijn buik deden gek. Want telkens bleef je hangen in mijn mindbeen. Zag je anders dan een sidechick. Nu focus. Van de tijd die dik ben. Zet je in die ijs of ik zet je in die merrie. Als je iets hoort, kon je bellen naar mijn telly. Als ik met je ben, krijg ik vlinders in mijn belly. Je bent in mijn mind, denk ik alleen maar aan Kelly. I talk a lot, but I'm such a swear. I'm a dollar, thinking life ain't fair. Why do I gotta sell packs in Paris? Say my mama still in denial. I'm only with cheese if you see me as scared. So bet on my life till I get upstairs. Imperial life got me down in my stress. Imperial high got me up in my head. I'm cross faded. And I'm fine when I'm up in my mind. Lucy dreaming and it's blowing my mind. Like I'm a giant. Thought I'm a villain, so always that crying. Last time I could've ended was lying. Easy like play, too sorry my enemy. I ain't got goals no more, I got woody. Still got numbers, like they ready on panic. I got messages, like ready for sending. Send on my shit like an MP3. En dat waren ook wel alle kandidaten voor vandaag. Juryleden bedankt. Wat belangrijk is voor jullie om te weten is dat er 22 kandidaten in de voorronde zitten. Waarvan 16 na de laatste voorronde dus doorgaan. Hou dat vast voor jezelf, want dat betekent dat dus 6 mensen dus gaan afvallen. Dus ja. Ja, ik heb heel erg genoten van de kandidaten. Ik ben weer aardig verrast ook en ik kijk uit naar de volgende weken. Ja. Natuurlijk, zoals jij al zei, iedereen bedankt, juryleden, publiek voor jullie energie. En dan zeg ik bedankt kijkers en dan tot volgende week. Week 2 is a... 0-10 Skills. It's you. One life, living out, I'm really getting with you. Walk by faith, let the Holy Spirit lead you. Ik heb veel meegemaakt, maar nog steeds ben ik hier vandaag. Veel vrienden verloren, maar toch ben ik hier. En dat is like why. Yeah, are you ready? Alvin Brown. You could have seen this coming. Or you didn't see this coming. Yeah, you should have seen this coming. Figure out the words. Be that whip that I ordered. Waar vind je de kracht om te doen wat je voelt? Terwijl niemand je snapt. Terwijl niemand je snapt. Terwijl niemand je snapt. Terwijl niemand je snapt. Free.